Een leeuwenvlag op de tribune van de voorzitter, dat hadden we nog niet gezien in het Vlaams parlement. Plaatsvervangend voorzitter De Winter had hij daar persoonlijk laten neerpoten. Tot hij daar enkele opmerkingen over kreeg. Onder andere van Hannelore Goeman van Vooruit, die er haar tanden in zette. Hannelore Goeman, fractieleidster van Vooruit. Ja, aan het einde van het schooljaar een vraag natuurlijk over diplomas die misschien niet helemaal of getuigschriften worden uitgereikt, omdat de schoolfactuur nog niet betaald is. Dat lijkt een vorm van financiële chantage of zoiets. Dat is het eigenlijk ook gewoon, hè. Inderdaad, ik heb vorige week een mail binnengekregen van ouders die dus effectief een brief hadden gekregen van de school waarin stond: als jij je schoolfacturen niet betaalt, dan kunnen wij beslissen om je kind zijn diploma of zijn getuigschrift niet te geven. Ja, ja. Ik vind dat echt verschrikkelijk. Mm. Allee, dat is natuurlijk onaanvaardbaar. Het is bovendien ook onwettelijk en daarom vond ik het toch belangrijk om vandaag ook die vraag te stellen. De puntjes op de i te zetten. Inderdaad, dat het niet mag. Dat de minister dat ook nog eens heel duidelijk kon bevestigen als boodschap. Ja. Ik hoop dat heeft u gelijk gegeven, bij wijze van spreken. Is voor een keer. Hij heeft mij gelijk gegeven, omdat ik natuurlijk in deze volledig gelijk heb. En ik moet wel zeggen, we waren het er uiteraard over eens, over partijgrenzen heen, dat dit gewoon compleet onaanvaardbaar is. Je moet u natuurlijk wel de vraag stellen. Het feit dat scholen zo ver gaan om dit soort reglementen te uiten, dat is ook een soort van kanarie in de koolmijn. Hè. Dat gaat over het feit... Dat er wel degelijk iets niet klopt natuurlijk, met die onbetaalde schoolfacturen. Scholen doen dat niet voor hun plezier. En daar hebben we het hier ook al geradelijk over gehad. Nu, met alle respect voor uw vraag, maar ik keer even terug naar het begin van de zitting voor de vragen nog maar mochten starten. U deed daar een opmerking van plots stond er een leeuwenvlag, een Vlaamse vlag, naast de stoel van de voorzitter. Toevallig Philip De Winter dit keer, omdat mevrouw Homan ziek is. Kijk, ik wil daar eigenlijk ook niet te veel woorden aan vuil maken. Ik denk dat was het inderdaad wel een serieus incident, hè? Ik denk dat het in dit parlement vooral moet gaan over de echte problemen, zoals het feit dat er scholen zijn die dreigen dat kinderen hun diploma niet krijgen als ouders hun facturen niet betalen. Maar inderdaad, ik vond nu wel dat ik die vraag moest stellen. Want het was ook de eerste keer dat we dat daar gezien hebben. Hè. Zijn argument is natuurlijk, in de Kamer zie je dat meer, dat daar de Belgische vlag, de Vlaamse vlag, de Waalse, de Europese, weet ik veel. Maar hier was dat toch niet het geval. Hè? Kijk, voor alle duidelijkheid, ik heb dat daar straks ook verschillende keren gezegd. Ik heb totaal geen probleem met de Vlaamse vlag. De officiële vlag van de Vlaamse gemeenschap. Daar die hangt hier het in het parlement. Mm-hmm. Ook overal. Hangt ook in de plenaire. Ja. Is ook in de plenaire te zien. Dus ik uit volle overtuiging de Vlaamse leden mee enzovoort. Zover zou ik niet gaan, maar ook als Brusselaar ben ik heel fier op mijn Vlaamse roots. Dat is helemaal het punt niet. De vraag is gewoon waarom dat Philip De Winter dan nu ineens, als hij mevrouw Homans vervangt, plots beslist dat die Vlaamse vlag daar moet staan, terwijl hij al 4 jaar de kans heeft om in het uitgebreid bureau diezelfde vraag voor te stellen. Het was zijn eigen initiatief, maar u kent hem ook intussen. Een oude vos, of in dit geval een oude leeuw, moet je geen streken leren. Hè? Nee, dus ik vind dit soort provocaties, want dat is het voor mij uiteindelijk toch wel, eigenlijk ook het ambt van een voorzitter, en dat is de rol die hij speelt, de voorzitter van alle parlementsleden, ook gewoon onwaardig. Ik vind niet dat het uw rol is als voorzitter om politieke statements te zitten maken. Maar dat is geen politiek statement. Het is de vlag van de Vlaamse gemeenschap. Dus dat is geen partijpolitieke kleur natuurlijk dat hij daarmee toont. Nee, absoluut niet. Maar de vraag is dan opnieuw waarom hij dat niet al veel eerder gedaan heeft. Maar het was onderliggend natuurlijk, was het duidelijk dat de rest van de meerderheidspartijen, vooral CD&V en Open VLD, wat zaten te schuifelen op hun stoel, niet wisten wat zeggen. En ja, hij snoert de mond van N-VA, want die moeten natuurlijk die Vlaamse vlag mee verdedigen. Slim gezien van hem, hè? Het gaat niet over de Vlaamse vlag. Er is geen probleem met de Vlaamse vlag. Het punt staat nu volgende week ook op het uitgebreid bureau. En dan wil ik die discussie zelf voeren. Het gaat over de rol die hij speelt als voorzitter. Ja. En hoe dat hij dat politiek speelt. Heeft daar handig gebruik van gemaakt. En dat zou niet mogen. Ja, natuurlijk. Nu over Brussel gesproken. Een moeilijke week voor de politiek in Brussel ook. Hè. Het ontslag van Pascal Smet. Hoe zwaar weegt dat ook voor jullie partij in Brussel? Want hij was wel een van de sterkhouders. Hè? Ja, wat er gebeurd is natuurlijk... Ja. Dat is nooit leuk. Ja. Hè? Dat is een understatement. Hij is 20 jaar in office, in verschillende hoedanigheden. Hoe dom kun je nog zijn, denk ik dan soms, Pascal Smet? Kijk, er is een fout gemaakt. En ik heb heel veel respect voor het feit dat Pascal de moedige beslissing heeft genomen om daar zijn politieke verantwoordelijkheid voor te nemen. Ja. Dat is iets dat helaas
zeldzaam is geworden in deze tijden. Maar hij kon natuurlijk niet anders door zo'n stommiteit. Ook nog het betalen van het verblijf, et cetera. Ja, dat krijg je dan niet meer uitgelegd natuurlijk. Voilà. En dus hij heeft daar dan ook zijn conclusies uit getrokken en zijn verantwoordelijkheid genomen. Iets waar ik zeer veel respect voor heb, net zoals voor het parcours dat hij heeft afgelegd in Brussel. Ik denk dat er weinig hemelsbestormers zijn in de Brusselse politiek. Ja, hemelbestormers mogen we zeker vast noemen. Absoluut, die zozeer de dingen in beweging hebben gezet. Als het nu gaat over fietsen in de stad, openbaar vervoer. Allee, dat zijn dingen waar dat ze hier in Vlaanderen echt wel een puntje naar kunnen zagen. Zo kennen we hem ook wel. Hou me tegen of ik doe ongelukken. Nu, de opvolging is intussen verzekerd. Velen keken ook naar u. Naast de prijzen gevallen? Nee, helemaal niet. Ik denk, in de politiek is het altijd een kwestie van heel goed na te denken welke persoon de juiste persoon is op welke plaats. En ik denk dat één heel duidelijk is, Hans is al jaren... Deze persoons was dan de juiste persoon. De juiste persoons op de juiste plaats. In die zin dat ze natuurlijk... Ze heeft jarenlange ervaring als schepen, ook stedenbouw in de stad Brussel. En ik denk dat ik... ook nooit onder stoelen of banken gestoken heb, dat ik ooit naar het Vlaams parlement gekomen ben omdat mijn hart zo ongelooflijk klopt voor het onderwijs. Omdat ik zie wat er misloopt in de Brusselse scholen in eerste instantie toen. Ja, dus je zit liever in het Vlaamse parlement dan in het Brusselse parlement? Ik heb het gevoel dat ik hier heel erg op mijn plaats zit en dat ik nog unfinished business heb met Ben Weitz. Dus nee, dat is een Want dan krijg je natuurlijk die ongemakkelijke situatie van die Brusselse Vlamingen, zal ik maar zeggen, die ook in het Brusselse parlement te ruim, zeggen sommigen, vertegenwoordigd zijn in verhouding tot hun werkelijke getalsterkte. Ook een Pascal Smet als staatssecretaris zou wellicht nooit in die Brusselse regering gezeten hebben, mocht dat allemaal anders zijn gelopen. Hè? Kijk, u weet dat vooruit sowieso de discussie wil voeren over het aantal parlementsleden. Wij vinden dat er te veel parlementsleden zijn. Bovendien vinden wij eigenlijk dat het Brussels parlement eigenlijk de supergemeenteraad van het Brussels gewest moet zijn. Ik ben blij dat u het zelf zegt. Ja. U kent ons standpunt. Hè? One Brussels, dat betekent letterlijk schaf die 19 gemeenten af. Maak van Brussel de stad die ze is. En laat die inderdaad besturen door een kleiner Brussels parlement. Ja. Daar wil ik wel aan toevoegen. Ik ben wel ook een hele trotse Nederlandstalige Brusselaar. Brusselaar met Vlaamse roots. En dus ik vind de bescherming van het Nederlands in onze hoofdstad wel zeer belangrijk. En dus dat er ook in het Brussels parlement een gegarandeerde vertegenwoordiging is van de Nederlandstaligen, die mag van mij kleiner zijn, dat moet wel behouden worden om de positie van het Nederlands te verdedigen en behouden. En nog in Brussel een woelige week, zou ik zeggen. Uw partijvoorzitter die zich plots moest outen, noodgedwongen. Hoe kijkt u daarnaar? Ja, ook daar... ik vind het heel moedig wat hij gedaan heeft, maar ik denk persoonlijk ook echt niet gemakkelijk. Nee, onder druk, zeggen sommigen. U hebt de video gezien, hè? Allee, we hebben daar natuurlijk in het verleden ook al wel over gesproken. En inderdaad... Het kwam voor u dus niet als een verrassing? Dat hij die video ging uitbrengen, dat wist ik al een aantal dagen. Maar dat hij zich opgejaagd wild voelde, dat was inderdaad al wel langer duidelijk. En dus ik heb het gevoel dat hij daarmee gewoon inderdaad ook de geruchten die rond hem ronddeden, de kop indrukken. Al dan niet kloppen, we weten het eigenlijk allemaal niet. Nee, maar ik vind wel, ik heb het er wel ook echt heel moeilijk mee hoe dat, bepaalde media dit nu ook aangrijpen om daar heel veel poeha rond te maken. Terwijl wat ik vooral zie, is een jongeman die worstelt met zijn geaardheid, die daar nog over aan het nadenken is en die nu door omstandigheden zichzelf gedwongen voelt om daar uitspraken over te doen. Hebt u schrik van de gevolgen eventueel? Want het is toch allemaal een bijzonder gevoelige materie waar we het over hebben. Hè? Ja, ik vind vooral eigenlijk erg hoe dat daar nu mee omgegaan wordt. Ik vind dat Conor dat niet verdiend heeft. Ik vind sowieso erg dat politici vandaag blijkbaar schrik moeten hebben als je kop boven het maaiveld uitsteekt en er doen geruchten over u de ronde, dat gebracht wordt bijna alsof het een halve waarheid is en dat je voortdurend moet verdedigen. Dus ja, daar heb ik het moeilijk mee. Maar bon, wij zijn strijdlustig als altijd. Wij staan als één man achter onze voorzitter en ik maak me echt totaal geen zorgen, want dat zijn uiteraard roddels waar totaal niks van aan is. Prima, als één man en als één vrouw uiteraard achter de voorzitter. Na een woelige week in Brussel en in de partij. Bedankt voor het gesprek in ieder geval, Hannelore Goeman.